De eerste wannabe-archeologen stonden vanochtend al klaar voor het schatgraven. Zo gaan wij dan te werk. We zoeken naar die sporen in de grond. En als we dat eenmaal hebben gedaan, dan gaan we zo tekenen. Daar hebben ze een vlaktekening. Want wie denkt dat hij bij de eerste schop in de grond stuit op een kist vol oude muntstukken, komt bedrogen uit. Het is een precisiewerkje. Laagje voor laagje moet de grond worden afgegraven. Niet direct spectaculair. Het leuke is dat die mensen een klein beetje erachter komen op wat voor grond ze wonen. Hè? Wat hier vroeger geweest is. Wat verwacht je nog aan te treffen vandaag? Misschien nog een paar scherven of zo. Dat soort dingen. Skeletten. Dat zou ook wel leuk zijn. Botten zijn ze nog niet tegengekomen, maar er is in de omgeving al wel van alles gevonden. We hebben wel een aantal huizen gevonden uit de middeleeuwen. Dus dat is echt hartstikke leuk. En we hebben hiernaast hebben ook nog een graanschuur uit de ijzertijd, hoogstwaarschijnlijk uit de ijzertijd gevonden. Maar met een beetje fantasie vind je nog veel meer. Ik blijf daar graven. We hebben nog een schat. Ja, ze hebben al veel gevonden. Ik wil daar graven. Ja, maar oma, ik kan ben hier al heel ver.